vandaag beginnen we eens een keertje met de oogprimer. Wereldschokkend, echt waar. Ik heb het idee dat ik de laatste tijd behoorlijk weer wat meer outdoor looks heb gedaan. Op de bronzen smoky eye na trouwens. Maar ik had zoiets van... Ik weet niet, ik wil wat draagbaars en natuurlijks. Laten we envisionen dat we, weet je wel, daadwerkelijk ergens heen kunnen en daar make-up voor doen. Het wordt trouwens al wel een mooier weer, dus ik kijk er alweer naar uit om weer gewoon, weet je wel, te kunnen gaan, weet je, skaten. Waarbij ik nooit make-up draag. Ik weet niet waar ik heen ging met die zin. Niet dat er trouwens iets mis mee is als jij wel zo'n type bent die echt gewoon, weet je wel, een hele full face aan make-up doet als je gaat sporten. Ik bedoel, you do you. Maar ik heb er nooit persoonlijk echt zin in, want meestal als ik ga skaten, dan is het 's ochtends. En dan heb ik zoiets van, dan wil ik niet, weet je, de moeite doen bijvoorbeeld om mij nog mijn gezicht te wassen en alles, want daar ben ik veel te lui voor. Dus dan heb ik zoiets van, ik spray er wat zonnebrandcreme overheen, zet een zonnebril op mijn hersens, tenzij het nog donker is buiten natuurlijk. En gaan, en als iemand me dan tegenkomt en denkt dat de zombieapocalypse begonnen is, nou ja, dan hebben ze pech. Ja. Ik ga nog even wat donkerder maken. Het over donkerder gesproken. Volgens mij wordt het ook buiten natuurlijk, want de zon die gaat langzaam weg. Ik hoop dat ik nog niet veel te licht ben. Ik probeer er echt serieus een goede balans in te vinden. Maar goed, ik ga nu naar een wat donkerdere kleur bruin. Het palet wat ik gebruik is trouwens Catrice Pro Slim in Neon Earth. En alles, inclusief kleurnaampjes, kan je weer onder het filmpje in de omschrijving vinden. Again, je hoeft uiteraard, wat ik iedere keer zeg, niet exact dezelfde producten te gebruiken om soortgelijke resultaten te krijgen. Maar ja, weet je wel, ik bedoel, dit palet kan je geen bel aanvallen, want het was... Oké, de prijs staat er niet op, maar het is Catrice en we weten allemaal dat Catrice super cheap is. Dus ja, als je zo'n warm getint palet zoekt, dit is een aanrader. Even een wenkbrauwbot highlighter overheen. Op bewegend ooglid ga ik met de nude kleur uit het begin. Oh, en ja, voor de oplettende kijker, op mijn wenkbrauwbot highlight kwastje na. Heb ik iedere keer dezelfde kwast gebruikt. Dit is de blendkant van het Naked Ultraviolet palet. Minder budget dan dit palet, maar hier zit geen kwast bij, dus ja. In ieder geval met een beetje een iets wat kleiner blendkwastje kun je in feite deze hele look zo doen. En dan de wenkbrauwbot highlighter in de binnenste ooghoek. Vooral om te zorgen dat de primer ook daar gewoon gezet is. Dit is voor mijn doen een bizar natuurlijke ooglook. Maar om het toch ietsje heftiger te maken, ga ik er wel een bruine liner bij zetten. Waarom zitten hier bubbels op? Kunnen jullie dit zien? Hier zitten bubbels op. Hij is bijna leeg, dat is niet een goed punt. Dat is ook regelmatig iets wat ik doe trouwens. Als ik echt gewoon eventjes snel een leuke ooglook wil doen. Dan kies ik meestal voor het doen van een ooglook met een kwast waar ik letterlijk ongeveer de hele look mee kan doen. Normaal gesproken had ik er dan zelfs de wenkbrauw highlight gewoon mee gezet. Want weet je, het bespaart je toch die 2,5 seconden die het kost om een andere kwast te pakken. Oké, dit is vast niet mijn beste eyeliner ooit, maar ik ben zelf behoorlijk pleased met hoe die geworden is. Aangezien ik hem er letterlijk op heb moeten stempelen omdat hij zo gruwelijk uitgedroogd is. Goed, ik ga nu door naar... mijn gezicht, even starten met concealer. Wat ik tegenwoordig graag doe is mijn concealer niet zetten. Serieus, ook niet voor werk. Goed, of voor werk gebruik ik het letterlijk alleen maar onder mijn ogen. Maar ik merk dat zelfs als het wat in de lijntjes trekt, doordat het niet mat is, zie je het dan eigenlijk niet zo. Dus vandaar. Het is natuurlijk wel zo dat de concealer matter is en het er wel meer gewoon echt... Als er full-on make-up uitziet op het moment dat je wel poeder op doet, dus als ik er echt glam uit wil zien, dan zou ik persoonlijk altijd afpoederen. Maar als ik voor echt gewoon naturel ga, ja, vind ik het eigenlijk niet zo nodig. Wauw, ik had een paar jaar terug nooit gedacht dat ik dat ooit zou zeggen. Serieus, wie van jullie volgt me al zo lang dat je de tijd nog weet dat ik concealer aanbracht en dan echt in een split second daarna zonder de tijd te geven te laten drogen? Dat was geen normaal Nederlands, maar negeer dat eventjes. En dan echt per direct er overheen ramde met, weet je wel, poeder om het gelijk te zetten. Want anders ging het creasen. Wie weet dat nog? Serieus. Wat ik nu aan het doen ben trouwens is eventjes mijn transitiekleur onder mijn ogen aanbrengen. En ja, nog steeds met dezelfde kwast. Want op dit punt begint het een beetje een principe dingetje te worden ofzo. Een challenge. En dan een heel klein beetje shimmer in de binnenste ooghoek.
Gewoon omdat het kan. De wimpers ga ik heel natuurlijk houden. En aangezien ik bedoel dus dat ik er niet eerst met 10.000 krachtsinspanningen van wimperkruller op ga. Ik ga er gewoon mascara op aanbrengen. Heel klein beetje maar, want ik heb ze gisteren geverfd. Dus het hoeft niet heel veel te zijn. Zoiets als dit. Ja, ik ga geen potlood op mijn waterlijn aanbrengen. En weet je, ik kan ze nu al doen, want ik ga niet met poeder over mijn gezicht. Dus ik hoef ook niet bang te zijn dat ik mijn wimpers vervolgens weer per ongeluk licht maak. Oké, een product wat ik laatst. Nou, dit heb ik letterlijk net binnengekregen van Yves Rocher. Gewoon zelf besteld trouwens, niet gesponsord. Maar dat is een highlighter. Dit is de... Oh help, ik leer Frans, maar ik ken de helft van deze woorden niet. En ik weet ook niet waar de spaties horen te zitten. L'enlumineux rayonnant. Rayonnant. Rayonnant is geloof ik één woord. Het is een highlightertje, een crème highlightertje. Het is Yves Rocher. Op welke kant van de kast bracht ik het nou aan? Ik weet niet meer, hoe dan ook. Het is Yves Rocher. Zoveel verschillende hebben ze niet. Volgens mij was dit de enige. Die hebben ze dan in twee tinten. Een lichte en een donkere. Ik heb uiteraard de lichte genomen. Die nu straight onder het gezicht gaat, want anders vind ik hem te subtiel. Maar het is een mooi goudkleurtje. Ik vind eigenlijk niet dat ik blush nodig heb, want mijn wangen zijn na een hele dag buiten werken al behoorlijk gekleurd. Dus ja. Ik ga wel even mijn wenkbrauwen bij, niet eens bij tekenen, want die heb ik ook gisteren getint. Ik kom ze alleen even op hun plek en dan vind ik het ook al prima. Mijn pony hangt er dadelijk toch overheen. Voor de lippen wil ik een beetje oranjeachtig iets doen. Dus ik ga voor de Glaze Lips van Alice Faas. Want als je die heel licht aanbrengt, ja, dan vind ik het... Het hele idee is dat het een hele mooie natuurlijke kleur is. En dat is het ook. Fair warning, dit is echt zo'n kleurtje. Als je het aanbrengt, dan denk je, oh my god, nep bloed. Mijn onderlip moet nog wat voller. Maar als het dan eenmaal zit, en zeker zodra het een tijdje zit, dan is het echt gewoon your lips are better, super mooi. Anyway, dat is de laatste stap, we zijn klaar. En dan hebben we het uiteindelijke resultaat. Ik denk dat dit een behoorlijk kort filmpje is geworden. Maar eerlijk is eerlijk, ik wil ook af en toe eens gewoon eens een keertje wat meer focussen op looks die je daadwerkelijk buiten of naar, weet je, het werk kan dragen. In plaats van een complete regenboog waar absoluut niemand, zeker ik zelf niet, 's ochtends vroeg tijd voor gaat hebben. Want dan moet ik 3 minuten eerder in mijn werk uit, mijn bed uit en... Nee, gewoon nee. Bovendien, eerlijk is eerlijk, als ik make-up doe... voor een hele dag, dan hou ik vaak ook al in gedachten dat het er 's avonds weer af moet. Dus dan maak ik het graag ook niet al te heftig. Anyway, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Als je het filmpje leuk vond, klik alsjeblieft op de like-button. Dat zou me heel erg helpen. En als je meer wil zien, dan kun je altijd abonneren op mijn kanaal. Voor nu in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie verder een hele fijne dag hebben. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!